Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag helemaal geen werkdag, maar ik ga iets leuks maken. En ik denk dat vinden jullie denk ik ook leuk om te zien, want het heeft wel wat met bloemschikken te maken. Dus ja, gewoon eventjes iets leuks tussendoor, wat even niet met werk te maken heeft, maar ik ga wel wat moois maken. Dus ja, ik zou zeggen, kijk zelf mee. Wat ga ik doen? Ik ga namelijk een kraamcadeautje maken. Ik ben tante geworden en dus superleuk. En ja, ik denk dat het wel leuk is om even iets speciaals te maken. Ik gebruik daarvoor hier deze mooie stol. En daar ga ik een heel mooi bloemstuk in maken. En dan ga ik daar ook de geboortedatum, de lengte, tijd dat jongetje is geboren, de naam en dat soort dingen in maken. En dat doe ik met deze. Het zijn roerstaafjes, ijslolly stokjes. Ik krijg overal wel halen. En dan heb ik nog mooie houten lettertjes die ik ook ga gebruiken om zo de naam er mooi in te zetten. Dus ja, ik ga gauw aan de slag en ik ga natuurlijk met bloemetjes werken, met droogbloemetjes. Het bloemetje heet Len, dat ga ik op saté prikkers lijmen. En hier heb ik dan hierachter op de geboortedatum en lengte, gewicht en dat soort dingen. Maar die ga ik nu even niet delen, want dat vind ik wel persoonlijk. En dan komen hier de bloemetjes in. En ik gebruik gewoon steekschuim wat speciaal bedoeld is voor, voor droogbloemen. En ik heb allerlei droogbloemetjes in een beetje neutrale tinten. Wit, tintje lila. En ik ga dit nog even mooi afwerken. Maar ik moet even kijken waar ik dat mee ga doen. Zo, ik heb de stop klaar. Ik vind hem zo leuk. Echt helemaal trots op. Kijk, geweldig. Ik ga even het glas van de stop schoonmaken, want het is altijd een beetje vettig. En dan ga ik hem gelijk even leuk inpakken. Ik heb ook heel leuk bladgoud gebruikt. Daar hoef je echt maar een klein beetje van op te doen, maar dat geeft een heel leuk effect. Ik heb het een beetje op de letters gedaan en een paar op de plantjes. Nou ja, helemaal leuk. Helemaal blij mee. Mocht je het nou leuk vinden om ook zo'n stolp te maken. En ik heb nog een aantal op voorraad met een mooie donkere ondergrond. Dit was met een lichtere ondergrond, maar ik heb ze nog ook in donker. En die zal ik even toevoegen aan de webshop. Dan zou je hem eventueel ook zelf kunnen maken. En ik vind het gewoon heel erg leuk om zo'n origineel cadeautje dan te geven. En dat maakt het toch echt wat persoonlijker. Nou, jullie zien mij volgende week weer in de rest van mijn werkweek. Ik ga nu genieten van een vrije dag. Goedemorgen, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kans. Het is maandag en het is gelijk een lekkere drukke dag. Ik heb heel veel bezorgingen en die zijn helemaal verdeeld. Wel hier in de buurt, maar allemaal op verschillende plekken. Dus die ga ik vandaag bezorgen. De boeketten staan daar al voor klaar. Die heb ik net al klaargemaakt. Dat zal ik jullie zo laten zien. En er zijn een aantal pakketten in te pakken, dus dat ga ik ook doen. Goed begin van de week, dus gauw aan de slag. Zo, de boeketten zijn bezorgd. Ik ben nu bezig met de pakketten, waarvan er ook boeketten ingepakt moesten worden om verzonden te worden. Dus daar ben ik nu mee bezig en dan ga ik hem eventjes klaarmaken.
Goedemorgen. Zoals je achter me ziet heb ik de emmers alweer klaarstaan. Ik ga namelijk bloemen halen. Is volop besteld. Veel DIY pakketten, maar ook veel boeketten. Dus ja, gauw aan de slag om bloemen te halen. Goedemorgen, ik ben alweer druk aan het pakken met alle bestellingen en daarom ga ik een hele leuke video opnemen. Ik heb er heel veel zin in. Ik had al een tijdje in mijn hoofd en ik denk, vandaag ga ik het opnemen. Dus straks ga ik een zo'n mini tuintje opnemen, maar dan met verse bloemen. Dus ja, leuk om mee aan de slag te gaan. En vanavond en morgenochtend ga ik bezig met bruidswerk. Heel leuk, een watervalboeket. En ik heb toevallig net een vraag gesteld op Facebook en op Instagram over bruidswerk. Dat mocht je iets bepaalds willen zien. Want ik deel natuurlijk een sfeerimpressie in mijn vlogs over bruidswerk. En dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ik krijg wel heel veel vragen van hoe doe je iets? Welke bloemen gebruik je? Welke techniek gebruik je? Hoe maak je het? Kan je dichterbij filmen? Maar bruidswerk is best wel ja, een specifiek iets. En... ja, er heeft wat meer uitleg nodig om dat goed te kunnen laten zien. En ik heb er lang over nagedacht, maar het lijkt me toch leuk om het een en ander daarover met jullie te delen en inspiratie te geven. Dus mocht je iets speciaals willen zien over bruidswerk, of dat nou is een armcorsage, een bruidegomscorsage, een gewone corsage, een bruidsboeket, een autostuk. Heb je een bepaalde vraag wat je graag zou willen leren? Laat eventjes hieronder in de reacties weten. En wie weet neem ik daar dan binnenkort een aparte video over op. En kunnen we nog meer inspiratie delen. En ik heb er gewoon zin in. Ik vind het gewoon super leuk. Het is echt mijn ding. Dus ook leuk om met jullie te delen. Maar goed, het is wel het is speciaal iets. Dus dat is gewoon mijn vraag aan jullie. Goed, ik ga verder met inpakken. En daarna ga ik dus een video opnemen en bezig met bruidswerk. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en het is nog heel vroeg. Ik ga je een beetje aan me horen. Maar ik ben helemaal klaar voor, ik heb er zin in. Ik ga bruidswerk maken, af en toe mensen. Ik heb gisteravond al heel wat voorbereidingen gedaan. Nog niet gefilmd. Maar zoals je ziet heb ik hier al een basis staan die ik zo ga afwerken. Het was een mooi watervalboeket met orchideeën. Dus daar ga ik zo verder mee aan de slag. En ik heb er wel zin in. Fijne dag vandaag.
lang. Kijk, echt heel erg mooi. Het is helemaal zoals ik hem wou, zoals de klant hem heeft besteld. Dus ja, helemaal blij mee. Jongens, kijk die mooie orchideeën. Echt prachtig mooi. Mooi in een punt toe. Ik heb hem dus eerst handgebonden en daarna een lijmtechniek gebruikt. Echt heel leuk, is heel gaaf. Het prijstag is afgeleverd. De mensen waren echt super blij mee. En het was echt heel leuk. Ze hadden een deel van een camping afgehuurd. En ja, daar is ook het feest en alles. Dus echt heel erg leuk. Ik was blij dat het ja, zo mooi is afgeleverd. En dat ze er zo blij mee waren. Ik ga hiermee ook de vlog afsluiten. Heb je bepaalde vragen over bruidswerk? Ik weet dat ik nu met het laatste boeket niet allemaal precies heb laten zien. Omdat ik het gewoon niet kon redden qua tijd. Maar mocht je bepaalde vragen hebben. Mocht je iets speciaals willen zien. Dan mag je dat dus eventjes vragen hieronder. En wie weet neem ik er dan een aparte video over op. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!